Collega Van den Bergen, u weet dat zowel mijn partij als de verpakkingsindustrie niet staan te springen voor het invoeren van statiegeld, omdat het geen, omdat het geen allesomvattende oplossing is. Hè. Zwerfvuil is veel meer dan alleen maar die plastic flesjes en blikjes, waarvoor dat we overigens al een goed PMD-systeem hebben en dat bovendien ook nog zal uitgebreid worden. De verpakkingsindustrie ziet dat niet zitten. Ja, de verpakkingsindustrie kan mij worst wezen. Ik ben vooral bekommerd om het milieu, veel minder om de verpakkingsindustrie. Ik denk dat de verpakkingsindustrie er al heel veel geld aan verdient, zich moet aanpassen aan wat dat de politiek beslist om beter te werken naar het milieu. Dus mij is dat de zorg, vooral ook omdat de verpakkingsindustrie zelf nog met geen degelijk alternatief naar voren gekomen is van hoe dat het wel zou moeten zijn. Dus ik krijg een beetje de ijver van de verpakkingsindustrie ziet dat niet zitten. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.